Anderhalf jaar geleden kreeg Nikki heel erg pijn in haar buik en extreme kramp in haar benen. Na lang onderzoek kreeg zij het nare nieuws te horen. Nikki, je hebt kanker. Ja, het is gewoon, je schrikt er wel heel erg van. En ja, je durft het ook eigenlijk niet te accepteren. Want het is zoiets naars en je wil het niet. Maar het is gewoon wel zo. Ja, je bent gewoon bang en onzeker over hoe de toekomst er eigenlijk uitziet. Om de kanker te bestrijden kreeg Nikki chemo. Een heel zwaar medicijn dat ook veel bijwerkingen heeft. Je bent er wekenlang ziek en ellendig van. Het was een zware periode. Je lichaam is zo hard bezig dat gewoon, ja, je voelt alles wordt verwoest en verloor mijn haar. En ik heb ook heel lang daarom een mutsje gedragen. En je voelt je ook gewoon onzeker daardoor. Dan zag je andere kinderen weer heel erg bezig zijn met hun haar of hoe ze eruit zien. Dan hebben ze een bad hair day en dan voel je gewoon heel erg anders, heel erg alleen. Gewoon dat niemand is zoals jij bent eigenlijk. Want jij denkt dan op zo'n moment, ik heb überhaupt geen haar. Nee. En wat zeg je dan? Niks. Ja, want je kan ook niet iemand anders leven daarmee beïnvloeden, vind ik eigenlijk. Ondanks de chemo probeerde Nikki met alles zoveel mogelijk mee te blijven doen. Maar de doktoren hadden uiteindelijk slecht nieuws. De chemo hielp niet. Je bent eigenlijk helemaal kapot gegaan voor niks. En dat is gewoon, ja. Hoe bedoel je voor niks? Omdat het niks heeft opgeleverd. In het Sophia Kinderziekenhuis zijn artsen gespecialiseerd in kinderkanker. Goedemorgen, Nikki is er. Ja, voor dokter Zwaan. Ze maakte een plan voor Nikki. De artsen wilden een nieuw medicijn testen op haar. Alleen medicijnen testen op kinderen onder de 16, dat mag officieel niet. Toch denken artsen dat nieuwe medicijnen en behandelingen bij veel ziektes kinderen zouden kunnen helpen. Zoals bijvoorbeeld bij kanker. Voor sommige vormen van kinderkanker hebben we nu eigenlijk geen goede medicijnen. En in die situatie zouden nieuwe medicijnen inderdaad voor die kinderen heel veel kunnen betekenen. Zo, ga ik eens even luisteren. Ik moet je een beetje zuchten. Ja. Heel af en toe, als er eigenlijk niks meer werkt, mag er wel getest worden door kinderen. Zoals nu bij Nikki. Nou, dat was echt heel erg fijn. Want het was gewoon voor mij zelf een soort nieuwe kans. En ja, ik was echt heel erg blij. Nikki mag dus nu al een nieuw medicijn testen. Maar het liefst willen artsen dus dat het nog vaker mag worden gedaan op allerlei ziektes bij kinderen. Wel waarschuwen dokters, niks is zeker. Het blijven testmedicijnen. Het is niet altijd duidelijk of de behandeling werkt. Soms weten we bijvoorbeeld uit gegevens bij volwassenen al dat we er heel veel van mogen verwachten. En soms weten we natuurlijk ook dat er misschien maar een enkel kind is dat erop reageert. En daar moet je natuurlijk ook, als je met kinderen en ouders daarover praat, heel eerlijk over zijn wat men ervan kan verwachten. Hoe vaker artsen nieuwe medicijnen mogen uitproberen, hoe meer ze te weten kunnen komen wat voor kinderen het beste werkt. Dankjewel. We hebben de medicijnen. Oké. Nikki voelt zich beter dankzij de testmedicijnen. Je voelt je helemaal niet meer zo ziek. Alles herstelt weer heel erg. En ja, je voelt je er gewoon veel sterker door. Wat dit medicijn eigenlijk doet, is zorgen dat Nikki's eigen lichaam de tumor kan aanvallen. En daardoor groeit die tumor eigenlijk bijna niet. En je kan ook met veel meer dingen meedoen. En je hebt er eigenlijk niet zo'n last meer van. Ja, en wat volgens mij is, je hebt je haar terug. Ja, daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Ja? Ja. Door de nieuwe medicijnen ligt Nikki dus niet meer wekenlang ziek op bed, zoals bij chemo. Ze kan tijdens de behandeling gewoon naar school of met vriendinnen afspreken. En doet weer allerlei dingen die ze superleuk vindt, zoals musicales. Nee, nu wordt mijn haar verpest. Ik moet nog op tv komen. En haar grote passie, zingen. Mijn gevoel ben ik gek, een visionair. Nou, dat was het. Dat was het? Ja. Zo snel? Ja. Nou, dat valt mee. Zeker. En nu? Naar huis. Hoe het verder gaat is nog onzeker, want ondanks de nieuwe medicijnen is de kanker bij Nikki niet weg. Maar hoe het ook loopt, Nikki vindt het sowieso fijn dat ze medicijnen mag testen. Voor zichzelf
en voor de zieke kinderen in de toekomst. Je kan ook gewoon heel veel kinderen daar blij mee maken en beter misschien wel zelfs mee maken. Ja, je kan het gewoon niemand aandoen om je zo rot te voelen. En dan het idee gewoon dat je andere kinderen daar gewoon mee kan helpen, dat is gewoon een heel fijn gevoel.